Tweelingen, hier ben ik weer. Er was een foutje met de camera. Opeens, poef, gedaan. Dus daarmee ga ik. Allee, is uw reading in twee delen? Ik heb het nogal voor gehad bij kreeft. Er zal daar wel iets achter zitten hoe dat het komt. Maar ik ga nu vlug verder doen. Wat dat ik dus zag, dat was dat de persoon. Wacht om een verzoening, allee, wacht om zijn haar stabiliteit te delen. En deze persoon houdt dat voor zichzelf. Maar hij, zij wordt wel geleid door haar, zijn intuïtie. Dat was hetgeen wat ik nog wou vertellen in het eerste deel van het filmpje. Maar jij gaat sowieso die keus maken en het gaat u transformeren. Waardoor dat je spiritueel gaat groeien. Je gaat sowieso spiritueel groeien, sowieso. Dat ligt hier wel duidelijk in. Wat wordt hier de potentiële uitkomst? Tweelingen, ik zie dat je momenteel met mentaal conflicten zit. Je bent je eigen zelf aan het saboteren. Je bent jezelf dingen aan het na. Allee, je bent eigenlijk een kopzot aan het maken. Kopzorgen. Maar ik heb het gevoel, en ik zie het ook duidelijk, dat het achter u gaat laten. Je gaat eigenlijk al de shit achter u laten, maar met de shit bedoel ik dan wel. Alles in de mind, alles wat je denkt. Want onderaan op de tekst zag ik wel de 9 van zwaarden. Dus die overdenken, slapeloze nachten, piekeringen, zorgen, kopzorgen die je jezelf aandoet, zelfsabotage. Ik heb wel heel sterk het gevoel dat je dit achter u gaat laten. Het kan ook zijn voor sommigen onder jullie, dat gaat niet voor iedereen zijn. Voor sommigen onder jullie wordt er hier een huwelijk van in het verleden achtergelaten. Dus daar wil ik mee bedoelen dat er sommigen onder jullie getrouwd zijn en dat dat nog niet volledig verwerkt was met de haarvent. Het zat nog mentaal in het kop, het zat nog te veel in het hoofd. En dit gaat eigenlijk achter u laten. Maar dit is een boodschap dat niet voor iedereen is. En als ik het dan anders moet bekijken voor andere mensen die aan het kijken zijn, dan heb ik het gevoel dat je al de shit achter u gaat laten en dat je op zoek bent naar iets stabiel. Daar bedoel ik mee een persoon die heel traditioneel is. Je kan natuurlijk te maken hebben met een stier. Hoeft natuurlijk niet, maar er wordt wel gevraagd om vertrouwen te hebben in het universum en vertrouwen te hebben in jezelf. Gaan we kijken wat de engelentarot, de romantische engel, te vertellen hebben. Je verdient liefde, tweelingen. Je gaat in je kracht komen. Je gaat de keus maken. Je gaat volmondig ja zeggen. Je gaat de keus maken vanuit je hart, vanuit je gevoel. Want er liggen hier twee energieën. Je gaat een keus maken tussen twee personen. Zo, tweelingen. Dit is wat ik voor jullie heb. Ik hoop dat het een beetje resoneert. Past het niet, maak er dan ook alsjeblieft uw verhaal niet van. En de volgende keer zal het misschien wel uw verhaal zijn. Bye bye.